Ik ben Arie Rendering, vaste bode in het gemeentehuis te Bekela. En het werk bevalt me hartstikke goed. Ik maak het met bezaaien aan. Nou, ik kan smurtjes kan ik op tijd hier aan en dan zet ik het gemeentehuis van de alarm af. Ik zet de koffie zet ik aan, dan ben ik klaar. Ik ga in een rondje dan het gebaar of alles netjes is. En smurtjes om 7 uur, dan komen de eerste medewerkers binnen en dan is de koffie klaar. Harry Rendering, de bode. Nu ja, mag ik even kijken. Volgende week donderdag, dat is de 17e. Nou, het zijn de burgemeester die komen is, Jaap Kuin. Het zijn de stik met op kennis mogen, dat was boven bij hem is hij komen. En het eerste waren ze echt, het is horen, zien en zwijgen. Hè? Ik zeg maar, dat was precies zo met de scholen waar ze dat ook al gewoon. Dus ik wou het niet anders. Wat voor ding mag je toen nooit verder vertellen? Nou, dat is juist het geheim, dat ik het nooit mag vertellen. En wat voor ding mag ik dan denken? Politieke ding of binnen dat persoonlijke ding? Ja, persoonlijke ding en politieke ding. En de beslissing werd op dat moment genomen wordt. Word ik dan wel wat van mij kreeg. Maar dat kan verder niet van de boete zijn. Vanop is de begroting gehoord erin. En ik zit vandaag nog een kopjes koffiekloor. En degene die thee wil, zet ik andere kopjes weer neer. Ja, ik heb bordjes neerzet. Dus eigenlijk nog een omstand op de bordjes. Dus ik kan eigenlijk nog een op de plek. En ik word precies degene die koffie wil of die thee wil. Dus verder gaan we punt. Ik ga nu even naar roest halen, even een hapje eten. Ik heb alles over kloor staan. En met een leuk half uurtje, dan ben ik weer terug. Die wil daar geen structurele hebben, ja. Maar die club heeft er echt gedaan. En over die, welke clubrol? Over Stichting Muzikaal Pekela. Hoi, Lammert. De doel meneer Mjell, ik heb daar al... Ja, geweldig. Ik heb niet zoveel overgeschot. Maar ik heb natuurlijk een boring. Ja, moest het al op nog, hè? Ja, maar zelf, hoor. Even een klaar voor straks. Ja, voor straks. Nee, stress. Het is een bijzondere club mensen die allemaal vol overtuiging in deze raad zitten. Ze hebben ook allemaal een andere overtuiging om hier te gaan zitten. Sommige mensen hebben een christelijke achtergrond, andere mensen zijn links in de politiek, andere rechts. Maar wat je toch ziet, als mensen aan Pekela komen, dan wordt dit ook één blok. Dus over sommige dossiers zijn we het helemaal oneens. We hebben het over herindeling gehad, over andere punten. Maar oh wee, als er iemand van buiten Pekela zegt, er is iets mis in dat dorp. Dan, of je nou bij de VVD zit, of bij de SP, of bij een lokale partij, dan wordt dit een gesloten front. En daar mogen wij volgens mij best trots op zijn. Soms gaat het tegen je werken als je dat uitspreekt. Maar ik denk dat ik de jaren 25, 26 was dat ik in de gemeenteraad kwam van de toenmalige gemeente Nieuwe Pekela. Dus ik loop wel een tijdje mee. De kunst van het lang meelopen in de politiek is vooruit blijven kijken. En niet blijven hangen in wat er zo'n 14 jaar geleden gebeurde. Van Dick, zou jij de politiek willen? Nou, zoals 30 jaar geleden is dat gebeurd ongeveer. Die lopen ongeveer 30 jaar mee als lid van het CDA. Vervolgens ben ik gewoon bestuurslid geworden. Daarna afdelingsvoorzitter geworden. En daarna op een gegeven moment de steunfractie. Nou, en vervolgens gevraagd als lijsttrekker voor het CDA. En dan zie je bepaalde dingen in, wat niet goed gaat, bijvoorbeeld aan het aanzien van de wegen, onderhoudwegen, bruggen enzovoort enzovoort. En toch weer daarop hameren naar het college toe. Nou ja, allereerst gewoon, ik ben een geboren en getogen Pekelder. Dus alles wat Pekela aangaat, dat gaat mij eigenlijk ook aan. Ik vind het gewoon een groot aantal dingen heel erg belangrijk voor ons dorp. Nou ja, ik ben trots op de geschiedenis van Pekela. Het is het meest rode dorp van Nederland, van oudsher communistisch. Dus ja, als echte socialist dan ben je hier als een vis in het water. En eerlijk gezegd, ik zie nog te vaak om me heen dat er mensen zijn die onder de armoedegrens leven, waar kinderen zonder ontbijt naar school gaan, waar sommige mensen aan het eind van de maand nog wel dagen over hebben, maar geen cent over hebben. Ja, dan moet je wel een hele taaie zijn als je daar niet voor wil knokken. En dit is de plek, de raadzaal, waar je voorstellen kunt indienen, waar je het leven van mensen gewoon iets beter kunt maken. En daarvoor moet je de politiek in. Ik ken Arie ook al eigenlijk vanaf mijn eigen jeugdperiode, is ook een geboren
en getogen Pekelder. Dus hij is echt de juiste man op de juiste plek. En hij is een keurige nette man die altijd present is, de planning in de gaten houdt van de vergaderingen, ons van een kopje koffie bedient verder en zo. Dus op allerlei terreinen is hij aanwezig hier en we hebben zulke korte lijnen met elkaar. Die kent ons heel goed. Dat is het voordeel van de gemeente Pekela. Iedereen kent iedereen in feite wat dat betreft. Je hoeft de kamer even aan te kijken en dat gebeurt.